Wat ga je nou het eerste doen als je zo meteen echt aan de slag kunt gaan in de Kamer? Dat weet ik nog niet. Ik zal moeten zien waar de mogelijkheden liggen. Het is heel procedureel, heb ik al wel gemerkt. Dus je hebt niet zoveel zin om meteen morgen ons belangrijkste punt in te dienen. Je moet echt even kijken waar de ruimte ligt. Dus dat gaan we rustig bekijken. Hier is Theo Hiddema, onze nummer 2. Ja, precies. Dag meneer Hiddema. Hoe vond u het gaan vandaag? Wat zegt u? Hoe vond u het gaan vandaag, deze eerste dag? Nou, hoe gaat dat? Ik heb wel eens vaker beëdigd. Maar dit is geen onderwerp om luchthartig even langs heen te fietsen. Nee. Als je tienduizenden mensen in deze richting uitduwen, dat schept toch iets van, ik wil niet zeggen ontroering, maar het is wel een moment waarvan je wel diep bij jezelf te raden moet gaan hoe je dit verder moet invullen voor die mensen. Ja, want hoeveel voorkeurstem heeft u gehad? Ik had 49.000. 49.000, ja. Volle reden. Ja. Ja, gelukkig gaat hij meer, want anders was de gezag. Ja, hoe moest dat anders gaan? Dan was het groep Hiddema een feit. Oh, kijk, ja, dat was toch lastig. Waar bent u eigenlijk van? Ja. Dagelijkse standaard. Ah, dat is een nuttige rubriek.